een nieuwe video. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Charlotte, 29 jaar in het dagelijks leven ben ik juf. Nu heb ik vakantie, ik zit in Spanje met mijn vriend en mijn schoonfamilie. En wij nemen jullie mee. Sven, André en Tamaartje gaan boodschappen doen. En ze nemen de camera even mee. We hebben een hele lijst meegekregen en die lijst, nou ja, die gaan we afwerken. En we nemen jullie mee naar dit fantastische avontuur. Nou, met een bochie. Oh, op de rotonde. En Tamar, we gaan nog een rotonde nemen. Kijk, daar gaan we hoor. Oh, en 1, 2, 1, nog een rondje. Gaan we nog linksaf slaan? Linksaf slaan? Ja, dat doet we gaan naar rechts. Oh. Tamar, dus gaan we allemaal mee. Zijn dat? Ja, dat weet ik niet. Dat is wel goedkoop. Ik ga eerst echt de dag. Ik ben lekker aan het kleuren in mijn bullet journal en we zijn lekker bij het huis. De hele tijd met deze kaarten, maar je gaat toch niet van me winnen? Jawel. Wacht, kan ik die neerleggen? Het is vandaag, zaterdag, 2:30. We hebben net eventjes wat boodschapjes gaan bij een Chinees winkeltje. Heel veel spullen gekocht. En nu gaan we eventjes naar het strand, de boulevard van het strand, is het toch? Het strand, La Mata. Ja, ga even wat eten. Van deze. Past net een woord in de koelkast. Nou, huppatee. Nog meer? Nee. Oh, nou. Valt mee. Deze was ook niet in. Ja, er moet heel veel in de koelkast. Allemaal nooit passen dit. Oké, nou, dan doen we hier de yoghurt. Nou, even lekker het zwembad in hoor. Eerst douchen, dan zwemmen. Oké, eerst douchen. Oh, eindelijk. Ja, die kan het helemaal niet. Nee, maar gewoon even voor de zon. Nee, hij is... Grote Willem Sigrens. Oh, weet je wat we wel kunnen doen, Bob? Het is gevaarlijk, met de camera. We moeten dat liedje eronder zetten. Dan trek je maar aan mijn benen. Ik ga wel even aan mijn benen. Dat gaat niet heel snel, dit. Het ziet er raar in die band, hoor. Ja, er is iets niet heel soepeltjes, hoor. Welke dag is het, Tamar? Zondag. Zondag. En we gaan een markt opzoeken met 33 graden. Ja, zoiets. Ja. En daarna drinken en eten, want we leven van eet naar eetmoment hier. Ik heb wat gevonden wat ze heeft. Ja, die heb ik al. Ja, nou, dan hoef je hem niet nog een keer, toch? Hij is ook in het wit. Oké. Okay. Leuk. Zegt dat ik blij was met deze zonnebril? Blij met een nieuwe zonnebril. Kom je ook zwemmen? Ik ben nog gezwommen. André, heb je wel gedoucht? Hey, eerst douchen. Eerst douchen, dan zwemmen. Ik denk dat hij niet gedoucht heeft. Eerst douchen, dan mag ik wel zwemmen. Wat? Eerst douchen, dan zwemmen. Luister, broer en zus. Het is dinsdag. En de ouders die zijn weg. Dus wat gaan wij doen? Op de tafel dansen. Oog dicht. 1, 2, 3. Wij gaan shoppen.
met folie. Dan liep ik even opletten en dan gaan we ze aflassen. Wat ga je doen? Ik heb handschoenen aan. Nee, ik doe die handschoenen te zijn, omdat mijn nagels al. Tamara, kan je ook een muts pakken voor Charlotte? Leuk. Leuk. Dat is leuk dit, hè? Doei! Oh, dat is wel lekker even. Ja, en even lekker rondje fietsen. In de gloria. In de gloria. Piep en piep. Hoera! Sven is jarig, 25 jaar. Je hoort de airco blazen, want het is blafheet. Is het 40 graden? In de schaduw. Nou ja, we gaan naar Quadamar. En daar gaan we even kijken wat we gaan eten. Corine heeft een gevoel. Wordt er nou wel geluisterd naar je gevoel? Nou, Halle? Nee. Ze nemen nu het gevoel over als zijnde dat het hun gevoel is. Oh ja. Dat ja. Klopt niet helemaal. Nee. Nou, we hebben een plekje gevonden. Lekker Dus dat wordt nog helemaal gerenoveerd hier. Kijk, hier is mijn tante in de keuken. Heel mooi dit. Gaaf hoor. Ja, leuk hè? Ja. Echt heel mooi. En ik gewoon bij mijn tante in Alicante. We hebben de boulevard even heel snel gekeken. 10 seconden. Veel te warm. Ik heb me al half uitgekleed. Laf heet. En we gaan nu naar de bus. Nou, we zitten weer in de auto. 50 graden. Nee hoor. Doei! Bedankt hè. Doei! We zijn thuis. Ik heb een soort van een sportbroekje aan. En Tamara zit hier. En ik ga heel vaak de trap op en af. Nu gaan we planken bij het zwembad. Maar, ga je tellen? 1, 2, 3, 4, 5. Ik kan heel lang zeggen. Nee, je moet echt tellen. 1. En dan nog een keer. Moet je nog een keer optellen. Ja, eerst een minuut rust. Dan gaan we nog een keer doen. Nu al. En nog een keer doen. 1. Wacht. Je moet wel aftellen. Van 3 naar 0. 0. Nee, van 3 naar 0. Nee, 3 naar 0. 3, 2, 1. Go. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. 20. Ik heb tot op 20 geteld. Vind je het leuk om te doen? Ja, heel leuk. Gaan we nog een keer doen. Tamar. Ja. Ik ben kapot. Ik ga het niet meer mee doen. Oef, ik ga nu even het zwembad in. Eerst douchen. Met Harry en Piet. Eerst douchen, dan zwemmen. Wij staan in de tuin. Het is
maandag. We gaan naar het strand. We gaan uit eten. En de zon is eigenlijk even weg nu. En ik moet je zeggen, ik vind het echt niet vervelend. We gaan uit eten. Bij het strand. Zo warm dat je nog even. Gaat zwemmen. Maar sta je nou letterlijk op Harry en Piet? En dat is Harry. En dat is Piet. Nou. Oh, kijk, die leeft weer. Nee, dat is zielig. Nou, dat was de maandag hoor. Dinsdag. En is nou serieus die hele lens beslagen? Zo warm dat het is. Wauw. Even wachten. Nou, de camera blijft beslaan, dus ik doe heel snel een poging. De palmboom wordt gesnoemd. Wij gaan lekker zwemmen. Eerst douchen. Eerst douchen. Ik ga niet douchen, nee. Dan zwemmen. Dan zwemmen. Ik ga niet douchen, nee. Eerst douchen. Even douchen. Zo, mijn luchtbedje, mijn drinken. Heerlijk. Ja, dat is wel goed, ja. Ja, Harry en Piet moest zien, hè. Heb je Harry en Piet gezien? Sven en ik gaan met z'n tweetjes uit eten. En André en Coline en Tamaartje die gaan samen met Huub en Anja. En wij gaan naar de kermis. We hebben net even ons eten omgewisseld. Want ik had die. En Sven die, maar daar zit veel meer vet aan. Dus dit wordt er met me op. Ik denk het wel. Ik heb geen idee of we nou het juiste gehad hebben. Ja, vast wel. Jij hebt veel groter, dus een dikke stuk vlees. Nee, we zien het al. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Maar we lopen hier over een Spaanse kermis. Let op. Wij gaan nu in een of andere reuzenrap. Het gaat hier een stuk sneller dan in Nederland. Kijk maar. Nou, daar gaan we hoor. We stoppen ook echt helemaal bovenin, hè? We zitten er al 2,5 minuten in. Nou, al 3,50 euro eruit gehaald. Hetzelfde gaat doe je één rondje, dan ben je klaar. Het is gelukkig ook geen teelballenkentent dit. Ja hoor, ik voel echt Beyoncé met die ding. Nou, ik heb allemaal kriebels in mijn buik. Van alles is gewoon... Hij gaat wel heel snel. Voor de reuzenrad. Kijk, hoe groot. Dat is je hoofd. Mojiet hoofd. Lekker hoor. Het is de laatste avond en ik ben me aan het opmaken. Ja, en dan gaat Tamara eigenlijk altijd hier op de wc zitten. En dan ga ik me opmaken. We zijn klaar in de badkamer. We zijn nu aan het eten. We hebben net voorgerecht op, wat hebben we gegeten? Stoppenroodappel. Met... Hoe heet dat? Dat witte spul wat je laatst tegen die muur had aangegooid. Dat papa moest opruimen. Aioli. Aioli. En we hebben pizza's besteld. Ik heb patat. Patat met mayo, calzone. Ja, laatste avond hè. We gaan nog wel knuffelen met jou nog. Ja. Yeah. Ja, dit hoort er allemaal bij. Afscheid nemen van de unicorn. We zijn aan het memory. Maar dit is niet zomaar memory. Laat maar zien, Tamar. Jij bent. Dit was het bowlen. En dit was... Aan het winkelen. Ja, was ik aan het shoppen met mama. Dus helaas. Goed onthouden, hè? Nou ben jij weer. Oké. Oh, nee. Nee, dat is een andere dag. Op dit moment is het... Even aan de kant. Even aan de kant. Even aan de kant.
Het is donderdag, 9 augustus. En we gaan naar huis. Sven en ik gaan met het vliegtuig. En jullie gaan met de trein. Het is chaos op dit moment in huis Meijer. Tenminste, chaos, chaos, licht chaos. Laatste dingetjes worden allemaal in het huis geplaatst. En dan gaan we naar de auto. Heel erg bedankt voor het kijken. Tamara zit al in de auto. Oh ja, die Tamara. Doei, doei. En tot de volgende keer. Doei. Eerst douchen. Eerst douchen. Dan zwemmen. Eerst douchen. Hey, eerst douchen. Eerst douchen. Dan zwemmen. Papa, ik heb iets voor je. Papa, ik heb iets voor je. Oké, dan doen we het nu vanaf heel dichtbij. Nee, je moet ze loslaten. Want ik zie je hand. Laat ze los, je been moet weg. Dit wordt hem niet. Nee, dit kan ik je ook wel vertellen. Zwem nog meer naar de unicorn. Naar de unicorn, naar de unicorn. Je bent nog niet weg. Ga nou achter dat muurtje. Je moet veel meer naar links, want jullie verdwijnen telkens niet. Jullie snappen het niet.